Vooruitgang. Waar brengt het ons naartoe? We willen ontwikkelen. We willen bloeien. We willen succes. Hoe komt het dat anderen succesvol kunnen zijn? Ligt het aan hun achtergrond? Waar ze zijn opgegroeid? Hun omgeving? Hun educatie? Welkom bij Maju te Ros, waar ik met u deel hoe het komt dat anderen succesvol kunnen zijn. Laten we samen verder vooruit. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Maju te Ros. En vandaag gaan we natuurlijk weer praten met een interessante persoon. Ik ben op bezoek bij CFOS, dat staat voor Caribbean Fiber Optic Solutions. En dit bedrijf is gespecialiseerd in het plaatsen van glasvezelkabels. Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds. En één grote klant is Stillezuur. Geweldig is dat, hè? Dit bedrijf, de persoon die hierachter staat, is niet een man. Ja, het is een vrouw. Een jonge, dynamische, sterke dame. En we hebben één ding gemeen. Zij is van Ikeri, ik ben ook van Ikeri. Ik ben daar geboren, maar zij is daar geboren en getogen. Haar naam is Shelly Carto Santico. En zij is heel interessant, want vanaf haar jonge jaren heeft ze altijd gehosseld. En vandaag hebben we een gesprekje met haar. Dag Shelly, hoe is het? Goed, Marciano. Shelly, vertel eens, waar van Ikeri ben je opgegroeid? Ik ben opgegroeid op van Nitsingasweg, nummer 86, in de buurt van Zeedijk. Ik denk dat dat bekend is bij iedereen. Ja. Ja, niet ver van daar. Okay. Van de visserij. En hoe lang heb je in Ikeri gewoond? Want nu ben je in de stad. Ik woonde eigenlijk vanaf mijn 16e, 18, okay. 20 jaar okay. In Ikeri. Dus je hebt een groot deel van je leven in Ikeri gewoond? Ja, zoiets. Okay. Maar dat is wel eigenlijk komen en gaan. Ja, ja. Ja. Het komt niet vaak voor dat ik dames tegenkom die van Ikeri komen en die een onderneming hebben. En je hebt een onderneming. Vertel even, hoe ben je op het idee gekomen om deze onderneming te starten? Ja, ik werkte eigenlijk vanaf mijn 16e jaar voor mijn ouders. Of ja, voor mezelf. Totdat ik naar de stad ben gekomen, heb ik voor een organisatie gewerkt. En ja, nog steeds. En ik heb mijn top eigenlijk al bereikt. Dat was toen? Nee, nu. Okay, dus ja, nu. Twee jaren. Aha. Dus ik werk nog steeds. Okay. Ik doe niet alleen dat. Ik doe ook aan veeteel, visserij nog steeds. Ik verkoop ook kleren vanuit Indonesië. Ja. Maar dat was niet alles wat ik wilde. Ik wilde meer. Ik wilde gewoon een andere uitdaging. Ik wilde niet alleen daar blijven bij verkopen en kopen, verkopen. Dat wilde ik niet doen. Ik wilde gewoon iets anders. En zo was er iemand gekomen vanuit het buitenland die vroeg me van, hey, is er een opportunity in glasvezel in Suriname? En toen zeg ik van, nou, dan moet ik een marktonderzoek doen. Zo heb ik dan een marktonderzoek gedaan. Ik zag van, hey, ik denk dat het gaat. En dat heb je zelf gedaan? Marktonderzoek, ja. Okay. Heb ik zelf gedaan. Ja. En zo heb ik hem gezegd van ja, we kunnen daarmee beginnen. Ja. Heb ik toen opleidingen gevolgd, ook in het buitenland, ook in Suriname. Ja, en zo ben ik gaan verdiepen erin. Ja. In dus, glasvezel. Okay, dus eigenlijk wist je niets vooraf af van glasvezel? Nee. Dus je zegt, je deed aan veeteelt, je deed een beetje iets aan visserij. Ik denk omdat je van Zeedijk bent, visserij. Ja. Oké, okay, en op een gegeven moment kwam deze opportunity en je hebt het aangegrepen. Ja. En, maar wat heeft je die durf gegeven om het toch te doen? Want je wist niks ervan. En het is dus gewoon iets nieuws voor je. Het is gewoon een andere uitdaging. Ik heb mijn top eigenlijk al bereikt waar ik was van, hey, nee, dit is eigenlijk niet iets meer voor mij. Ja. Verkopen en kopen. Yeah. Was niets voor mij. En toen zei ik van nou, ik wil voor iets anders, een andere uitdaging, voor iets anders, iets nieuws. Yeah. En zo heb ik dit gedaan. En je hebt jezelf geschoold. Ja. En tijdens die scholing deed je nog steeds die andere dingen. Ja, dus nog steeds. Je hebt dus gewoon je normale dingen gedaan en je bent jezelf gaan scholen in het vak. Ja, en nog steeds doe ik eigenlijk alles. Want dus dat wat jij nu doet, dat van glasvezelkabel, dat is eigenlijk een mannending.
Ja. Als ik me niet vergis. Ja, en dat ga je straks ook zien op het veld wat ik allemaal doe. Ja, ja, dus ja. Ik doe niet alleen, ik ben niet alleen in het kantoor, mode maken, ja. Al die dingen doen. Nee, ik ga ook op het veld. Ik ga zelfs in het plafond. Ik ga zelf in die hoogwerker in, installeren. Ja. Doe ik maar, ook. Maar dat is niet normaal. Ik wil ook het voorbeeld geven aan die jongens. Ik wil niet dat... Ja. Die jongens zeggen van, ja, baas zit alleen in het kantoor, yeah. Of terwijl ze niets weet. Ze weet alleen maar opdrachten geven. Yeah, nee, yeah. Ze zien gewoon wat ik allemaal kan doen. Yeah. En dat is het voorbeeldfiguur voor mij, naar hun toe. Ja, ja, ja. Oké, dus je bent er niet vies voor om gewoon in het veld te gaan en om dingetjes te doen. Maar dat is wel heel interessant, Shady. Want kijk, dames die zijn over het algemeen, je weet toch, achter een bureautje. Ja. Ze doen de makkelijke dingen, makkelijk tussen aanhalingstekens. Ja. En jij komt gewoon en doet dit. Toch, heb jij vanaf jongs af de ding gehad, dus dat je niet vies voor bent om te werken? Om zo hard te werken? Nee, heb je dit van je ouders? Ik denk dat het van mijn moeder is en mijn vader, ja. Ah, okay. Ze hebben me altijd gezegd van, je moet je niet schamen voor wat je eigenlijk doet. Ja, 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 ja. Dat is heel belangrijk, hè? Ja. Want ik ken een heleboel mensen die zich eigenlijk een beetje schamen als ze zelf, zeg maar, vis moeten verkopen of chips moeten verkopen. No. Ja, ja, ja. Ik ben ook niet lui. Zelfs als ik naar die kering moet gaan en ik moet iets brengen of zo en ik zeg van oké, nee, hier gaat er geld maken. Al is het 100 SRD of 50 SRD. Ja, ik doe ja. het, ik doe het gewoon, ik breng het gewoon. Okay. Dus ik ga gewoon voor alles waar ik kan. Kan maken, hosselen, dat is mijn ding. Hosselen is mijn ding. Ja, ja, ja. Dus je hebt toch, je hebt, al heb je een bedrijf, een goed draaiend bedrijf, je gaat toch nog steeds die chips brengen voor iemand of die vis. Ja. Super. Ja, dat doe ik. Oké. De opstart van een bedrijf is niet makkelijk. Nee. En dit is je baby. Is het nog een baby of is het al gegroeid? Is nog steeds een baby. Oké. Okay. Met heel veel up en downs, maar ik. Ik denk dat ik het kan, dat ik het zelf kan. Maar hoe was de opstart als het gaat om zeg maar kapitaal, als het gaat om personeel? Want mensen klagen altijd als ze iets moeten starten dat er zoveel zaken zijn, zoveel obstakels zijn die ze moeten overbruggen. Hoe heb jij dat doorstaan? Ja, startkapitaal was ook niet het issue, maar ja, mijn spaargeld, leningen bij de bank. Mijn personeel moest ik naar trainingen sturen. Bijna allemaal, wat dat vereist. Want zij hadden ook geen know-how. Dus. Ja, want het is eigenlijk specialistisch, hè? Het is glasvezelkabels aanleggen. Ja. Niet iedereen kan dat doen. Nee. Dus ik kan me voorstellen. Ja. Maar moesten ze naar het buitenland of was het gewoon lokaal? Nee, gelukkig was het lokaal hier. Ja. Dus wij allemaal waren hier en zijn allemaal aan het trainen. Ja. En ze konden meegaan, ze konden het wel doen. Ja, gelukkig. Ja, 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 gelukkig. Ja, ja. Sommigen hebben het wel niet gehaald, sommigen wel, maar er was ook een her. Ja, 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 oké. En hoe is het met, want ik ga ervan uit dat je niet een hamer kan gebruiken of een zaag om kabels aan te leggen. Wow. Tools was ook een van de obstakels, want je moet nagaan, alle tools zijn bijna van het buitenland, 90% van het buitenland. En dan heb je daar soms dat er niet is. En met de hele koers is dollars ook zo omhoog. Ja. Dus het is ook moeilijk om bepaalde spullen te laten halen. Ja, 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 ja. Oké, dus het is eigenlijk niet makkelijk. Nee. Want die koers hebben we nog steeds, het is een hoge koers. Maar je gaat toch door? Het is een doorzettingsvermogen van mij. Ja. Ik was ook een tijdje ook een beetje gedemotiveerd, maar. Ik ben ervoor. Ik zeg van, nou, ik kan het. Ik ga ervoor. Ja. Ik ga mijn jongens. Ik heb heel veel, laat me zeggen, zonen en dochters. Ja, ja. Die bij mij op het veld werken. Ja. En ook op kantoor. En ik zeg, nou, ik ga ze niet laten vallen. Ja, want ja, als ja. ik val, valt allemaal. Ja, en dat ja. wil ik niet. Ik heb niet opgegeven tot de dag vandaag. Oké, okay, maar kijk, het is niet makkelijk om als vrouw zo'n bedrijf te hebben en te managen. Je hebt het zelf gezegd, je bent op het veld. Maar toch vind ik het wel heel top van je dat je die mannen kan leiden. Heb je misschien iets een soort tactiek dat je gebruikt om toch ervoor te zorgen dat die mannen naar je luisteren? Hoe is de sfeer binnen in je bedrijf? Leuk, ze luisteren allemaal naar me. Dat is gelukkig zo dat ze naar me luisteren.
Ja, als ik zeg maar, hey, dit is niet goed, dat is niet goed. Sommigen maken fouten en ik leg ze uit. Hé, hey, je hebt dat toch geleerd, of je hebt dit toch gedaan, of je moet het toch zo doen. En dan luisteren ze wel naar me. Zijn mannen die ouder zijn dan me, zijn jongens die ouder zijn dan me. Ja. Maar tot nu toe heb ik geen problemen met ze. Helemaal niet. Ze luisteren naar me gelukkig. Ja. Oké, maar hoe is het dan ook met zeg maar, het steeds halen van je deadlines? Want ik denk dat het gaat om deadlines hier. Hè? Als je kabels moet gaan aanleggen en dat je de klant hun opdrachten steeds moet gaan, zeg maar, gaan voldoen aan hun wensen. Nee, gelukkig hebben we dat niet. Oké. Okay. Nee, gelukkig hebben we dat niet. We hebben wel een aantal huizen dat we moeten doen. Ja. En daarvoor gaan we. Okay. Shaylee, daarnet vertelde je dat je een beetje gedemotiveerd was. Vertel eens, hoe kwam dat? Ja, het was wegens COVID. En we hadden sedert maart niet gewerkt. Er waren geen inkomen, maar er moest uitgaven zijn voor de jongens, mijn jongens betalen en al die dingen. Toen was ik echt gedemotiveerd, ik had geen zin. En ik zei van, nou, ik moet niet vallen. Mm-hmm. En zo ben ik weer gestart. Ja, gestart. Ja, ja, ja. Oké, maar dan, dus naast de COVID heb je ook deze crisis. En we spraken al over koers. Maar hoe zie jij de toekomst van jouw bedrijf in de Surinaamse ondernemerswereld? Wow. Wat ik zo graag wil en wens, dat één van de beste in Suriname glasvezel, of top 3 van heel Caribisch gebied. Dat is mijn wens, wat ik zo graag wil. Hoe ver, dat ik zo graag wil dat Sifos moet zijn. Zo. Ja, ja. En heb je dus, zeker vanwege die COVID, vanwege die crisis die er is, heel wat mensen zijn gedemotiveerd, zie jij die kans dat jij dat zal zijn? Doorzetten. Niet waar ik nu ben. Ik wil sowieso iets hoger waar de andere bedrijven zijn. Andere klanten aantrekken, zoals EBS, SWM. En ik wil zien Sifos groeien en ik weet dat Sifos meer dan dat kan. Ja, meer dan vast bezig kan. Ja. Yes. Shaylee, als laatste heb ik deze vraag hier. Welke boodschap zou jij willen geven aan die jongen of dat meisje, zeg maar een meisje uit Nikeri of andere meisjes van Nikeri, die ook zo net als jij een droom hebben om hun eigen bedrijf te starten? Wel, ik zou ze zeggen, ga ervoor. Gewoon doorzetten. Als je weet dat je een bedrijf wil opstarten of opzetten. Zet gewoon je mind van, ik kan het. Geef niet op, zoals ik daar ook zet. Never give up. En wat je zo graag wil doen, wat je doel is, wat je wensen zijn. Ga gewoon ervoor, guys. Ga gewoon ervoor. Als ik het kan, kunnen jullie het ook. Dames en heren, jullie hebben het gehoord. Heel veel motivatie van Shaylee. Maar let wel, het gaat niet alleen om motivatie. Het gaat om, wat doe je met die motivatie? Zoals Shaylee het heeft gezegd, je moet ervoor gaan, je moet durven. En dat heeft ze altijd gedaan. Ze heeft die durf gehad om haar eigen onderneming te starten. En het maakt niet uit als je een man bent of een vrouw. Shaylee bewees dat al ben je een vrouw, je het ook kan doen. Er is wel een up en down. Dat sowieso. Zeker, altijd. 100%. Er zal een up en down zijn. Ja. Toch? Maar het is van, hoe ga je dan om met die downs? Hoe ga je weer opstaan? Stressen. Dat is heel belangrijk. Dus dames, jullie daar kunnen het ook, net als Shaylee. Geef niet op. En het maakt niet uit als je niet van Paramaribo bent, al ben je van Komowene, Nikeri, Koroni, maakt niet uit waar. Je kan het ook. Je moet je harder inzetten, maar je kan het. Guys, bedankt voor jullie aandacht. Vandaag weer een leuk gesprek gehad. En ik zie je bij de volgende aflevering.